Breda Nu. Je weet het meteen. Bij Hogeschool Avans vond de Tour d'Avans plaats. Dit is een jaarlijkse inzamelingsactie waar zo'n 130 medewerkers en studenten van Avans aan meedoen. De deelnemers hebben samen zo'n 15.000 euro bij elkaar gefietst. Dit bedrag wordt verdeeld onder Stichting Vrienden van Ashram, Stichting Twentse Waterpompen Cambodja en Christina Nobles Children Foundation. Eind 2009 kwamen een aantal van onze medewerkers naar mij toe. En die zeiden van, wij doen mee met Alpe d'Huzès. Zou het college, zou Avans Hogeschool dat willen sponsoren? Toen heb ik gezegd, nee, dat doen we niet. Want er zijn heel veel activiteiten van medewerkers voor allerlei goede doelen. Ik zeg maar, we kunnen wel iets anders doen. We kunnen zelf een fietstocht gaan organiseren. En het geld wat dat oplevert, dat gaat naar Alpe d'Huzès toe. We zijn in 2010 met 48 medewerkers begonnen. En inmiddels is dat uitgegroeid tot 160, 170 medewerkers en studenten. Kijk, als je zo'n grote hogeschool bent op zoveel verschillende locaties. We zitten in Breda, we zitten in Tilburg, we zitten in Den Bosch. En je vindt nu 160 man die van al die locaties bij elkaar komen en met elkaar praten. Dat praat zich weer door op de academies, dat praat zich door in de diensten. Dat is uiteindelijk gemeenschapsvorming en dat vind ik heel erg belangrijk. De Tour d'Avans, gewoon hebben uitgereden. Hoe was het? Hielden jullie het een beetje vol? Ja, het ging supergoed. We hebben heel lekker gefietst. We hadden een mooie navigator, ons blauwhelmpje, die hielp ons goed op weg. En dat ging fantastisch. Ja. Ging het bij jou ook soepel? Soepel is wel heel enthousiast, maar ging goed. Ja, goed genoeg. Oké, en hoe zijn jullie nou eigenlijk betrokken geraken bij dit initiatief? Er was ooit 4 jaar geleden een collega die startte dit en die zei je moet een keertje meegaan. En sindsdien verslaafd, dus hartstikke goed. Eigenlijk was ik niet eens ingeschreven, maar werd ik gewoon vrij geroosterd vanuit de academie. Zodat ik de optie had om mee te doen. En toen hebben wij met z'n tweeën gezegd, oké, dan gaan we ook gewoon meedoen. Als het wordt aangeboden, dan moeten we ook gewoon een steentje bijdragen. Groot machtsvertoon. Welkom terug. En er staat een andere groep ook nog te wachten, maar die gaan natuurlijk ook nog een eindsprint. Breda Nu. Je weet het meteen.